Is nog plek, dus voor de liefhebbers. Ja, en dan gaat nu natuurlijk de camera uit, dat begrijpen jullie. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nou, en wie rijdt er? Dan maak maar voor die zwarte auto een rondje, dan een stukje naar rechts. En dan ronddraaien. Ja. Daar rijles. Komt er niks aan? Oh. Waar gaan we heen? Deze kant. Oh. Oh. Ik werd gevangen door het touw. Nou, de bootjes varen er rustig op los. Oh, we hebben geen zakjes meegenomen. De haven. De huizen. Het is toch wel mooi. De camper is weer klaar, alle klusjes zijn gedaan. We zijn geweest bij Noorderzoon Campers. Is echt een goed bedrijf, vriendelijk, behulpzaam. We hebben gezellig gekletst met andere mensen. Of politie. Ik denk ze komen met politie-sirene voor jou. Ja. Koe 824. Zo, dan rijden we weer Detchem in, of Detchem. Op z'n Fries, Detchem. Dan gaan we weer naar de boerkerij. Dus ik vind het erg mooi, rustig, mooie omgeving. Oh, mooie kerken, zover je kerken mooi kan vinden. Rustig huisje, rustige streek, rustige. Nog een mooi zwart paard. Wow. Mooi Fries, denk ik. Mooi Fries paard. Maar we zijn nu ook vlak bij de boerkerij. Maar die zie je daar al. En achter mij fietst Ineke. Hallo. En hoor ik een auto of zo? Nee hoor. Nee hè? Ik zie ook geen auto. Nee. Daar is de boerderij. Er is nog plek, dus voor de liefhebbers. Ja, en dan gaat nu natuurlijk de camera uit, dat begrijpen jullie. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Even kijken of er niks aankomt, want we zijn weer op de fietsweg en we zijn bij een vaart. Ik ga even opzoeken welke vaart. Maar daar staan wat, ik denk dat het staal is of zo. Mensen die langs deze vaart staan, omdat hier de Elfstedentocht wel eens voorbij komt. 1912, 1963, 1929... 1997, 1956, 1917, 1985, 1933, 1909 en 1942. En aan de overkant staan er nog drie, 1941, et cetera, et cetera. Dus we zijn nu een week op de boerkerij. In Detchem, Detchem, zoals in het Fries. En we gaan nu naar Bolsward. We zijn ook al in Warkum geweest, oftewel Workum. Warkum is het Fries voor Workum. En dan krijgen we tegenliggers, dan moet ik even een beetje oppassen, want het is vrij smal. En ik ben aan het filmen, dus het wordt een beetje linkersoep. Nou, het ging goed. Het gaat goed. En vertel eens, wie zijn tot onze verrassing vandaag gekomen in plaats van morgen? Ja, een dag eerder. Jolanda en Erik. Ja. Ja. Erik, mijn achterneef. Ja.
verre achterneef. Ja, en die kwamen in ene, zagen we ze. Ja, maar die zouden pas morgen komen. Ja. Die zijn een dagje eerder gekomen. Ja. Dat hebben ze goed gedaan, want vandaag was het... Nog mooi weer. Echt mooi weer, ja. Ja, we zijn vanochtend nog even naar Bolsward geweest. Hebben we nog wat boodschappen gedaan. Ik heb mijn haartjes laten knippen, maar dat kan ik nu niet laten zien. Nee. En dan gaan we weer na 2 weken op deze leuke camping. Even kijken, rijden naar huis. Burgerij gestaan te hebben. Gaan we weer verder. Nou, ik moet rennen denk ik, anders mag ik niet meer mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar zijn we weer. Ja. We hebben even een weekje vlogvakantie gehouden, maar tegen de tijd dat jullie deze vlog zien, is dat al lang weer voorbij. Is dat al weer voorbij, ja. Ja. Dus we rijden nu vanuit Detchem naar Dronten om boodschappen te doen. Dan gaan we naar Lelystad om ons paspoort te halen. Ja. En dan gaan we naar Flevo Marina. Dan gaan we een nachtje staan. Ja. 2 nachtjes, maar goed. Ja. Maar morgen gaan we bij de meiden in ons huis. Even dwars doen. Bij ons huis. De hond uitlaten. Ja. Moet wat tegenover staan, hè? Moet wat tegenover staan. En dan vind ik niet meer dat terecht. Nee, dat is het. Dat is een kleine moeite. Oké. Het is best wel beter weer dan gisteren. Gelukkig wel, ja. Want het is slecht weer geweest de laatste paar dagen. De eerste week hadden we heel mooi, maar gisteren... Overal mooi bruin geworden. Ja. Maar gisteren was het hopeloos. Ja. We hebben zelfs een dag gehad. Is dat eergisteren alweer? Met windstoten van 83 km per uur. Ja, we gingen echt helemaal heen en weer in de camper. Ja, ondanks de poten onder de camper stonden we aardig te wiebelen. Ja. En leuk was het nog. Hadden we net nog 2 dames ontmoeten bij het weggaan op de camping in Detchem. Een gezellige week met Erik en Jolanda gehad. Ja, en niet te vergeten bezoek van Carina. Carina uit de Belgische dame uit Finland. Uit Vilkenafilm met de vlogs onderweg met Fleur. Ja, ook leuk. Ook heel leuk. Om te kijken. We hebben Fijke nog weer ontmoet. We hebben Fijke weer ontmoet. Die we ook ontmoet hebben op El Zorro. Zorro in Spanje, ja. Hij speelde heel mooi gitaar. Ja. Hij speelt heel mooi gitaar. Ja. En is mijn wijnvriend geworden. Dus Fijke, we komen weer gauw een keer langs. Ja. Dat is ook een hele gezellige, leuke camping. Leuke eigenaren met Roelie en Henk. Ja. Lekker eten, drinken, gezellig. Paspoort te halen. Ja. Dus. We zijn in Lelystad. We zijn in Lelystad. We hebben net even geluncht. Snelle lunch. Ja. Met zo'n vieze hap eigenlijk. Ja. Als je toch achteraf even... spijt van. Ja, altijd hè. Ja. Ja. We gaan een paspoort halen. Ja, het gemeentehuis mag je niet filmen, dus dat gaan we dan ook niet doen. Nee. Het is redelijk mooi weer. Ja, we kunnen zonder jas lopen. De zon zit nu achter een wolkje. Ja, is dat hem? Ja, we hebben hem. Ik ook. Ja. Oh, hier. Mooi hè? Paspoort. Mogen Turkije in ieder geval volgend jaar. Ja. Gaan we nu nog even doen, Ineke? Even kijken bij de boekhandel daar of er een reisboekje over Turkije. Turkije is. Ja. En zo. Daar misschien ook een wegenkaart hebben van Turkije. Oh ja, kunnen we ook meteen doen. Zo, we staan weer op Flevo Marina. We hebben 1 nachtje hier overnacht. Het was er wat drukker met de auto's op de parkeerplaats, maar het meeste is weg. Sommigen slapen hier nog, zie ik. We gaan zo naar ons huis, naar de meiden. Wassen. Wasdag. Het zonnetje schijnt. Vanavond wordt wel noodweer verwacht. We gaan het zien. Onweer, hoorde ik. Ik kan een rondje maken. Haal ik dat? Ja, als je goed draait wel. Doordraait. Nou, en wie rijdt er? Dan maak maar voor die zwarte auto een rondje, dan een stukje naar rechts en dan ronddraaien. Zit. Daar rijles. Komt
er niks aan. Oh. Dat doet niks voor mij dit. Nou, in. Veert. Geweldig. Als ik alleen maar recht hoef te rijden op een parkeerterrein. Ja, ja. Ik zal hier even stoppen dan. Ja. Nou, maar je kan ook naar de meiden doorrijden. Nee, dat lijkt me niet verstandig, hoor. Nee. Nou. En wat doe ik deze dan? Naar de P. Omhoog. Zo, ja. Handrem? Ja, doe maar even. Het is grappig, maar liever niet. Nou, dan neem ik het maar weer over. Zo, Ineke laat de hond uit of de hond Ineke? Nou, ik laat de hond uit. Laten we het hij neemt maar. Een raar takje mee. Ja, ja. Kom eens, Snoekie. Nee joh, laat maar joh. Vind ja, laat maar liggen. Laat maar liggen. Dan gaan we even richting het water. Snoekie die zware tak meenemen. Hé, hey, bekende campers. Het wordt even spannend vandaag, hè, Ineke? Ja, misschien met wel. Het weer. Misschien ook niet. Misschien ook niet. Wachten hagelstenen van 2 tot 4 centimeter. Ik weet niet of de zonnepanelen daarop gebouwd zijn. Noekie, kom eens hier. De Max-fan staat nog open. Ja. Zal ik hem even dicht doen. Ja. We gaan maar heen. Deze kant. Oh, 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 oh. Ik werd gevangen door het touw. Nou, de bootjes varen er rustig op los. Oh, we hebben geen zakjes meegenomen. De haven. De huizen. Het is toch wel mooi hier. Nou, we hebben hier weer een nachtje gestaan. Flevo Marina. Mag je gratis staan 3 dagen. En nu gaan we naar Almere Stad, want we moeten naar de tandarts. Dus dat gaan we even doen. En daarna rijden we naar Steggerda. Nou, kijk of ik nog mee mag. Goedemiddag, Orno. Dag Ineke. Waar zijn we vandaag allemaal geweest? Nou, we zijn niet meer zoveel geweest. We zijn bij de tandarts geweest. Ja. Was het weer nodig? Ja. En is half september op herhaling. Voor mij tenminste. Want? Nou ja, dat is ook niet zo interessant. Nee. We zijn nu op weg naar Steggerda. Ja. Daar gaan we vannacht slapen of staan. Want morgen moeten we naar Noorderzon. In Wolvenga, ja. Voor de la en de... Tafelpoot. Ja. Deurrubber. Ja, de vochtmeting. Vochtmeting en de vulslang achter bij de watertank. Ja. Dus dat. En daarna slapen we nog een nachtje op Steggerda. Ja. En dan gaan we naar Boskoop. Dan gaan we vrijdag naar Boskoop. En daar blijven ook 2 nachtjes. Want dan op zaterdag hebben we een ontmoeting met mijn nicht. Ik heb al de hele tijd niet gezien. En dan gaan we zondag gaan we naar 2 dames, Alja en Esther. Onze hele toffe vriendinnen uit Nagelen die we daar ontmoet hebben. Ja, die hebben we daar ontmoet toen. Ja, ja. En dat was gelijk liefde op het eerste gezicht, zou ik bijna zeggen. Het klikte meteen. Het klikte heel erg goed, ja. Dus daar gaan we heen, dat is in Nederland ergens. Dan slapen we gewoon op hun hun huis. Bij Esther thuis, ja. Op de oprit. Barbecue dinsdag, kijk ik ook naar uit. Ik hoop dat het mooi weer is. En daar blijven we tot woensdag, want woensdag moeten we naar. Ik heb nog een belangrijke mededeling. Als ik even de zin afmaak. Woensdag moeten we naar. Daar moeten we ergens naartoe. Oh ja, we moeten naar Kannenberg in Almere. Voor de Luifel, nieuwe Luifel. Caravans en campers. Voor de nieuwe Luifel. En dan de 24 juli wordt de camper APK gekeurd. Ja. En 26 juli, dat is op een vrijdag, middags om 2:30. Maar de uitzending is iets later, gaan we weer naar Omroep Flevoland. Voor de derde keer dit? Voor de derde keer. Ik zal de linken zo allemaal er wel in zetten. Dan kun je de eerste 2 afleveringen ook nog zien. Ja. En dan worden we weer geïnterviewd en dan... gaan we daar op het terrein van Omroep Flevoland staan met de camper. En dan worden we of door Jordi of door Odeke worden we geïnterviewd. Oké. Dus ja, leuk. En dan dat is de 26e. En dan zaterdag de 27e met gierende banden naar Denemarken. En een uitstapje naar Zweden. Ja.
En daar zien we onze vriendin Lena weer. Meneer Zwikker? Ja? Ben je wakker? Nou, amper. Het is vroeg nog, ik weet het. Heel vroeg. Ja, we hebben een afspraak bij Noorderzon. Ja. Dus... Rise and shine. Ik zou het wel zeggen, ja. Ik kom eraan. Oké. Wat ga je doen, Ineke? Koffie zetten. Koffie zetten. Het is nog vroeg, hè? Ja, het is nog vroeg, maar we hebben een afspraak bij Noorderzon. In Wolvenga, ja, hier vlakbij. Dus dat scheelt. Ja, daar moeten we over een uur zijn. Mogen we wel een beetje een rapidement aan doen. Ja, dan helpt een kopje koffie om wakker te worden. Want dat ben ik nog niet hoor. Ik ook niet helemaal. Ik heb wel lekker geslapen. Ja, ik ook wel. Koffie. Dus koffie en dan aan de slag. Koffie voor meneer. Dankjewel. Nou, zitten we weer in de camper. Nou, dat zaten we al, maar... Ja. Maar nu zijn we op weg naar Noorderzon. Ja, en nog steeds vroeg. 8:15. Maar goed, het is voor een goed doel, zullen we maar zeggen. Over 400 meter sla linksaf naar de Hoevenweg. Want heb jij de kijkers al laten zien wat de tafelpoot er nu uitziet? Oh, misschien kunnen we dat straks even doen. Ja, dus die moet gemaakt worden. Ja. In ieder geval. Nou, de la hebben we laten zien. Die is in Frankrijk uitgevlogen. Ja. Sla linksaf naar de Hoevenweg. Ja, en de vulslak kan je niet zo heel veel zien. Nee. Die zit er nog wel in, maar die ging niet meer zo goed vast. Een rubber onder de deur van de camper. Ja, dat is ook nog een dingetje. Maar één kilometer het is nog fris buiten. Ja. Maar ik zie wel een blauwe lucht. Nou, ik zal straks wel laten weten hoe het afgelopen is. Ja. Oeh. En de camper is weer klaar. Alle klusjes zijn gedaan. We zijn geweest bij Noorderzon Campers. Het is echt een goed bedrijf. Vriendelijk, behulpzaam. We hebben gezellig gekletst met andere mensen die ook op hun camper zaten te wachten. En nu gaan we weer terug naar Steggerda. Vanmiddag nog een paar boodschappen doen. Even wat eten, want ik heb best wel honger. Ik denk Onno ook wel. Zo, daar hebben we de druktemaker. Die is nu al twee keer over het hek gegaan en er weer twee keer terug. Dat ging met vrij veel gemak volgens mij. Dus we hebben even de politie gebeld en er komen collega's nu deze kant op van de politie. Maar ja, die kunnen ook niet veel doen. Maar ja, die kunnen misschien achterhalen van wie de koe is. Dat denk ik wel. Ja, of wij nog even willen wachten. Maar ja, hoe snel is dan de politie? We gaan het zien. We wachten in ieder geval een kwartiertje en dan kijken we wel. Ja, je moet zeker daar blijven staan, anders gaat hij er weer overheen. Ja, maar het ging met heel veel gemak zo over dat hekje heen. Dus hij is niet eens door een sloot gegaan of zo? Nee, hier is geen sloot. Nee. Alleen daar in het begin. Ja, dus maar goed, we wachten nog even. Ik blijf hier wel even staan voordat ze er weer overheen gaan. Wat ligt hier nou? Oeh, dat ligt even kijken, waar ben je? Oh, daar is die. Nummer 824, deze. Jongens, dat hek is ook veel te laag voor jullie, hè? Deze dondersteen. Nou, hier kan hij er niet overheen. Hier is het een stuk hoger. Ja. Het is daar al een beetje omgevouwen, denk ik. Ja. Ja, en het is wel makkelijker van die kant naar die kant, want dit is iets hoger dan dat. Ja. Maar het lukte hem toch mooi, het lukte haar toch mooi om er overheen te komen. Hè, mevrouw? Ja, want het is geen prikkeldraad ook, dus ja, hij doet zich niet echt zeer. Nee, en ik weet niet of... En ik weet natuurlijk ook niet... Kijk eens, Ineke. Oeh! Springhanen, kikker. Oh. Mooie kikker trouwens. Zat die daar? Ja, nee, liep ze over. Hier zit een springhaantje. En hier zit helemaal al van die hele kleine kikkertjes. Maar goed, ik weet niet of het vaker gebeurt. Zal haast wel. Ik kan me niet voorstellen dat dit alleen maar gebeurt als wij er zijn. Sowieso niet. Misschien dat hij uiteindelijk wel weer uit zichzelf terug... Of ze uit zichzelf terug gaat. Maar... Nou, zeker als de dames die kant op gaan. Want dan gaat hij er gewoon weer achteraan. Maar goed, de dames zijn nu weer veilig achter het hek. Ja. Maar we gaan nog wel even wachten op de politie als dat niet al te lang duurt. Want we willen ook nog boodschappen doen.
Het is trouwens wel mooi weer, dus dat scheelt. Oh, heel veel doodgereden slakken hier, zie ik. Naaktslakken. Daar schijnt een soort aaltje voor te zijn om daar tegen te gaan. Heb ik ergens gelezen. We wachten nog even op de politie. Of politie. Ik denk, ze komen met politie-sirene voor jou. Ja. Koe 824. Ze kijkt echt alsof ze, ja, maar ik was het niet. Het was hem niet. Nou, dag dames. Daar zijn we weer. Jullie zijn, we hebben jullie geteld. Jullie zijn allemaal aanwezig. Ja. Bertha is ook aanwezig. Ja. Dit is de zus van Bertha, maar dat is nummer 823. En 824 is de dondersteen en die ligt daar ergens. De herkauwen. De herkauwen. Maar ze geven nog geen melk, dat zeg ik, want ze hebben nog niet gekalfd. Oké. Okay. Vandaar dat ze nog een beetje ondeugend zijn misschien. Ja. Ze zijn pubers. Paars. Ja, een puber. Puber, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Want je hebt kalf, dat is een baby. Dan heb je een pink, dat is een rockie leeftijd zo'n beetje. En dit zijn jong volwassenen. En wat zeg je hier? Niks. Je moet omdraaien? Ja, want ik denk dat we ook de vlog gaan afsluiten. Ja, dat denk ik wel. Het is mooi bij de koetjes, bij Bertha 1, 2 en 3 en 4 om de vlog af te sluiten. Dus duimpjes zijn we heel blij mee. Abonneren. Ja, en vorige week geen vlog. Nee. Was even een adempauze. Vlogvakantie. Vlogvakantie. Ja. Deze vlog dan nog in Nederland. Nou ja, voorlopig nog wel even. Ja, ik denk volgende week ook nog wel. Ja. Ik heb het al eerder gezegd, maar ik zeg het nog maar een keer. Vrijdag 26 juli. Ja, hebben we weer een interview bij Omroep Flevoland, een optreden. Voor internetradio. Via internet, ga je wel opzoeken, maar ik zet het ook wel even hieronder. Ja. We gaan inderdaad deze vlag afsluiten. We hebben boodschappen gedaan in Wolverhampton. Ja. Het is een mooie dag. Ja, lekker morgen weer. Gaan we de bos kopen. Oké. Doei. Doei.